Écoutez-moi, moi la chanteuse a t'aimé. Door dit optreden is Emma in één klap beroemd geworden. De video is al 31 miljoen keer bekeken. En daar is ze zelf nog steeds van onder de indruk. 31 miljoen keer? Ja. Bizar. Mijn hele leven is op de kop gezet, op een goede manier. Heel veel is veranderd. Ik krijg heel veel mooie kansen. En ik krijg heel veel mooie optredens en hele bijzondere ervaringen. En daar leer je ook heel erg veel van. Emma werd 2 jaar geleden bekend toen ze het tv-programma The Voice Kids won. Tada! Ze heeft een maagziekte. Al haar hele leven krijgt ze eten via slangetjes. Die heeft ze altijd bij zich. Ik heb dan een tas en hierin zitten dan 2 pompen. En dit is dan eentje. En de andere is hetzelfde, alleen is deze voor de maag en de andere is voor de darm. En dit is dan de voeding en die gaat dan zo via de slang in mijn buik. En deze heb je altijd mee? Altijd, ja. 22 uur per dag. Als Emma moet optreden, heeft ze eventjes geen pomp. Bijvoorbeeld als ik een optredendag heb, dan ga ik de hele dag eraan. En 5 minuten voordat ik op moet, ga ik er dan af. En dan als ik weer van het podium af ben, ga ik weer aan de pomp. Ja, en hoe is het dan om daar even los van te zijn op dat podium? Nou ja, dat is gewoon, daarom zing ik. Omdat het gewoon mijn vrijheid geeft. En ik kan mijn ei erin kwijt. En ik kan gewoon al mijn gevoelens, mijn goede gevoelens, maar ook de minder leuke gevoelens en de stomme gevoelens, kan ik gewoon dan in de muziek zetten. Op de basisschool is Emma veel gepest met haar aandoening. Ik heb ook een groeiachterstand. Dus ik ben kleiner voor mijn leeftijd. Dus daar ben je dan gelijk kabouter of kleintje. Het zingen helpt haar om met verdrietige gevoelens om te gaan. Als ik soms die gevoelens nog heb, dat ik dat gewoon in mijn muziek doe. En dan kan ik gewoon nog beter zingen. Dus het helpt. Dankzij de viral video van haar optreden met André Rieu treedt Emma ook nu veel op. Op dit moment geeft ze speciale kerstconcerten met André Rieu. De samenwerking bevalt zo goed dat ze volgend jaar zelfs met hem op wereldtour mag. Alle steden, alle landen. En mijn moeder gaat sowieso mee. En mijn vader en mijn zus die kiezen gewoon de leuke steden en landen uit waar ze naartoe willen. Ook heel spannend, denk ik. Ja, heel spannend. Maar ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik wil ook nu gewoon dat het zover is. Want je gaat dan zeg maar naartoe leven. Yeah!